Maar wij gaan het eerst hebben over Woel.nu. Een product waar geen droog brood mee te verdienen valt, maar dat dan wel de Biobased Economy competitie wint. Aan tafel Karin Heeses met een duidelijke visie en missie. Wol, terug naar Nederland en zorgen dat er hoogwaardige producten van gemaakt worden. Karin, welkom en gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Je zegt het al, een product terug naar Nederland. Daar wil ik je toch heel graag in verbeteren. Het gaat om een typisch Nederlands product. Het zijn Nederlands gefokte schapen die wij dus zelf in eigen beheer dus de wol inzamelen en verwerken tot producten. Maar als we gaan kijken naar de waarde van wol en de prijs die daarvoor betaald wordt, ik meen een euro per kilo. Het is eigenlijk allemaal naar China gegaan, dan halen jullie toch weer terug. Het was toch weg? Ja, nou wij staan er inderdaad voor de traceerbaarheid van onze wol. De wolproducten die we verwerken, daar vinden wij die traceerbaarheid zo belangrijk van. Dat we dus zeggen, de wol die wij verwerken, daarvan kunnen we op een gegeven moment zeggen uit welke kudde deze wol komt. Dat is eigenlijk ook de kwaliteit waar we voor staan. Hè. Dat is ook waarom we zeggen, we proberen een betere prijs, dat is ook de insteek die we gekozen hebben, een betere prijs te krijgen voor Nederlandse wol. Ja, je krijgt ook niet voor niets die prijs, hè, van de Agri-Food Capital. Dat is toch een heel bijzonder gebaar. Zij geloven daar ook in. Hebben jullie daar ook een kapitaal mee gekregen? Ja, er is een prijs van 10.000 euro aan verbonden. En daar zijn we enorm blij mee natuurlijk. Want jullie hebben nu een platform en dat ga je omzetten in een coöperatie. Ja, ja, we zijn met z'n drieën de initiatiefnemers, Betty Stickers, Sascha Duivens en ik. En we hebben dus die prijs gekregen en die wordt dus besteed aan het uitwerken van een businessplan en het opzetten van de coöperatie. Je gaat dus ook zorgen dat er ontwerpers komen met een speciaal label. Ja. Hollandse wol, 100% kwaliteit. Is dat een beetje die dat idee? Dat is de gedachte. Dus een nieuwe, je gaat eigenlijk een heel nieuw imago bouwen om een prachtig Hollands product van origine. Ja, we doen zelf aan onderzoek en productontwikkeling. En in die zin willen we dus graag onder ons eigen label dus gaan produceren. Ja, dat is een voorbeeld. Het is een prototype. Dus van het oude idee houd je touwtje jas, om het zomaar te zeggen. Ik heb dat zelf uitgedacht weer. Het is een melkschapenwol. En we willen dat ook graag in een limited edition gaan opnemen. Nog even terug en de link naar onze Brabantse economie. Want los van het feit dat jullie daar ook designers en ontwerpers bij gaan zoeken, gaan jullie dat ook maatschappelijk inzetten? Ja, de gedachte is inderdaad om met baanbrekers, zo moet ik het zeggen. Daar zijn contacten mee. Het zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om daarmee te gaan werken. En nu wordt in opdracht worden dus truien gebreid. Op dit moment, maar de link met de opleidingen bijvoorbeeld, modevakscholen, dus die dwarsverbinding maken met designers, jonge ontwerpers en mensen dus die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt, proberen we dat vorm te geven met elkaar. Ja, door de hele breedte van de samenleving wordt wol gesponnen en uitgedragen. Ja. Ongelooflijk veel succes hiermee. Dankjewel. Tot ziens. Dank je.